Ik ben Leonard Beumer, ik ben advocaat, ik ben lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en ik wil u het volgende dilemma voorleggen. Tot mij wende zich een aan lager wal geraakte bekende Nederlander. Hij is bekeerd tot het pastafarianisme. Pastafari geloven in de kerk van het vliegend spaghetti monster. Het is een officiële religie en het vergiet is voor de pastafari een heilig hoofddeksel. Zij willen daarom in hun paspoort en rijbewijs met een foto met hun hoofddeksel op. Maar de gemeente weigert om de foto met hoofddeksel te accepteren. En hij wil nu juridische hulp. Wat doe ik? A. Ik help hem. B. Ik weiger hem. C. Ik stuur hem door naar niet-advocaten die hem graag willen helpen. Of D. Ik raadpleeg de deken. Over 2 weken zal ik u mijn keuze geven.